Wim is? Wim? Het is weer van daar. Welkom bij 60 Second Report. Sorry, Demis. Uitstekend nieuws voor zombie lovers. Sony brengt niet alleen zijn blockbuster The Last of Us naar PS4, ze hebben ook een zombie MMO in de stijgers. H1Z1, Hizzle to the Shizzle, wordt een free-to-play MMO in de stijl van DayZ en verschijnt binnen 4 weken al op Steam. Borderlands krijgt een sequel, of beter, een pre-sequel, die zich afspeelt tussen deel 1 en 2. Dit keer mag je als handlanger van Handsome Jack kolossale monsters afknallen op een intergalactische maan. Dat wil zeggen zero gravity, zwevende loot en jetpacks. Hell yeah! Nou, dat is gewoon een rugzak. Wie zich één deze dagen in Battlefield 4 wateren waagt, past best op. Wie goed zoekt, vindt een megalodon. Een reuzenhaai die een theatraal waterballet opvoert. Geweldig! Wat is jouw favoriete Easter egg? Laat het ons weten in de comments. En nu even tijd om... Pak de volgende...